Iedereen is er voor deze partij op geattendeerd dat twee keer bewust, expres en te hard contact naar het hoofd zou leiden tot een disqualificatie. We zijn nog best coulant geweest in deze partij vanwege het lengteverschil. Maar helaas toch te veel en te hard contact naar het hoofd. Waardoor een disqualificatie voor de rode hoek. Dus de winnaar komt uit de blauwe hoek. Applaus.